Goeiedag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel, ik ben mijn schoentjes aan het zoeken die ik gisteren heb opgeruimd. Voilà, dat denk ik jullie, hoe aardig je schoentjes al aan. Ik ga naar buiten toe, omwille van, ik moet nog iets doen. Dat is om de 2 weken komen ze hier langs voor iets. En dan zal jullie wel al weten wat. Jawel, de vulzakken moeten buiten. Dus hup. Vulzak nummer 1. Ik ga die op elkaar zetten. Dat kan ik jullie altijd meenemen. Voilà. Vulzak nummer 1. Vulzak nummer 2. En dan vulzak nummer 3, dat is de blauwe zak. Hij gaat vallen. Nu niet meer. Maar nu mag ik nergens tegenrijden. Kijk, als ik een goede chauffeur ben. Ja, ik ben een goede chauffeur. Ik ben een heel goede chauffeur. Ja, ja. Terwijl heb ik ook al mijn vlog in de upload gegooid. Daar staat mijn karretje nu. Wauw. Deur open doen. Sleutel meenemen. Staat dat de voordeur een keer toewaait of zo. Dat je er nog wat binnen kan. Hè. En dan zeggen jullie van, nu moet je de trap nemen. Nee. Zo lang ben ik nu ook weer aan hier. Over mijn matje gereden, dan op de lift knop drukken, voilà, daarna even de deur te doen, dan is mijn de lift er, dus dan kan ik ook wel rechts in de lift stappen en nu naar het 70.0. We zijn gearriveerd. Duurt wel even hoor, mensen. Duurt wel een paar seconden. Voilà. Want ik heb juist nog naar buiten gekeken. En het is beautiful weer. Oh, fuck. Fris. Fris dat het buiten is. Voilà. Nu mijn vuilzakken afleveren. Zo staan. 1 vuilzak. De 2e vuilzak. En de 3e vuilzak. Voilà. Wat ik daar maar ook nog kan doen, dat is naar mijn brievenbus gaan. Oh mannetjes, ik kan wel niet te lang buiten blijven. Oh, het is koud, het is koud. Ik heb niks in mijn brievenbus. Jee. Dat betekent geen rekeningen. Dat is goed. En dat is heel goed. Oh. En mij dan subiet klaarmaken om het grote gesprek. Maar hoofdschuldig, kijk, ik wil gewoon een gameplay movie opnemen. Een gameplay movie opnemen van Euro Truck Simulator 2. Ik ga dan een hele grote rit maken. En na die grote rit ga ik richting mijn lever toe. Ook niet vergeten mijn was mee te nemen. Of anders moet ik nog eens terug naar hier komen. Dan moet ik nog eens terug naar mijn ouders rijden. Heb je daar goesting in? Ja, daar heb ik wel goesting in. Alles. Ah. Nou, kijk, mijn alles, zeg het. Karretje niet bijeen gepakt.
Oh, hoe moeilijk was dat wel niet? Dan laat ik het bijna nog uit mijn handen vallen. Oh. Voilà, hij staat. De vuilzakken zijn buiten. Check. Op tijd nog. Want ik was zo moe nog deze morgen. Want ik werd wakker gebeld. En dan ben ik pal terug in slaap gevallen. Tot een uur of 9:30. Dus nu ga ik nog even gauw kijken wat ik kan doen. En dan daarna moet ik richting Bea gaan rijden en dan naar het groot gesprek. Oh yeah. Hell yeah. Eens even kijken hoe het zit op Steam. Oei, ik heb me naar de schermen niet gestart. Hoe kan ik dat zien dat mijn harde schijfjes niet waren opgestart? Nee. Nu druk ik al die knop van de afsluiten. Oh nee. En ik was nog aan het uploaden. Ik was nog aan het uploaden op YouTube. En dan kwam ik aan de power knop per ongeluk tegen. Pataat, mijn computer afgesloten. Nee. Kijk maar mensen. Mijn computer was afgesloten. Oh, shit, 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 shit. Ja, het was afgesloten. Kan gebeuren. Kan gebeuren. Maakt niet uit, dus hij is nu terug gewoon rustig aan het opstarten. Wat moet ik dan doen? Voilà, die is nu aan het opstarten. Tadaa, dat is mijn bureaublad. Helemaal blanco. Hell yeah. Dan ga ik hier terug op. Op Google Chrome. Als we willen opstarten. Kijk, het doet weer al niks. En dan gaat die balk direct terug wegvallen. Kijk, 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 kijk. Allee, balk, ga eens weg. Ah nee, doet hem. Ah, wat ziet? Die balk is weg. En dan balk is terug. En dan kan ik wel op Google Chrome klikken. Dat is soms zo raar. Even terug dan naar mijn YouTube studio gaan. Hubset 3. Video uploaden. Eens even kijken als ik het hier zo kan. Oké, die is terug met uploaden bezig. Oké, hopelijk toch. Even kijken. Nog 16 minuten. Gaat hem van 31 naar 32% als het dat doet, dan ben ik heel blij. Kom aan, 32%, 32, kom aan. Stier op 32. Nee, 31. 31. Zal hem dan nog verder uploaden, ja of nee? Ik weet het niet. Ik ga die pagina nog even laten openstaan. Duurt wel lang. Ik ga die terug voor de tweede keer dus in de upload gooien. Dus het lukt toch niet. Verwijderen, ja. Verwijderen, definitief verwijderen. Ja, ik wil die definitief verwijderen. Dan plusje, maken, video's uploaden. Klik, 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 klik. Uploaden, ja, dat, die, dat, die, dat. Belke gaat omhoog, weg ermee, oké. Hoe lang duurt het voor te uploaden? 19 minuten, oké. 20 minuten nu in één keer. Vlog, klaar, voilà. Volgende. Inkomsten aan, ja, klaar. Volgende, yup. Helemaal naar onder scrollen, yup. Volgende, volgende. Melding sturen, volgende. Plannen. Ja, om 19 uur, dankjewel. Niet om 19:30, maar om 19 uur. Op 1 maart, alstublieft, plannen. Oké, voilà, die is nu aan het uploaden. Dan ga ik nog eens even kijken ook naar mijn afspeellijsten. Playlists. Dus ja, daar zit dan weer een foute video in. Hè. Video's, eens even kijken. Ah, die staan niet per... Die zijn per 30. Oké, eens even kijken. Volgende. Tot nu toe staat alles er nog goed op.
Ik zag daar twee keer dezelfde, precies. Ja. Eén op privé en één openbaar. Ah, oké. Okay. Maakt niet uit. Ik ben nu zoals... Ah, hier staat zeker een verwijderde video. Verwijderen. In mijn playlist. En deze moet dan ook nog eens verwijderd worden uit mijn playlist. Staat er dan nog ergens eentje in mijn playlist? Nee. Oké. Okay. Dus zo hou ik ook dus mijn playlist zo wat... goed op orde. Probeer ik dat ook altijd te doen. En... eens even kijken nu naar Steam, wat ik jullie heb beloofd. Dus Steam is aan het opstarten. Kijk maar. Opstarten. En dan hoor ik weer al stemmen buiten. En dan zit mijn onderbuurvrouw te klagen tegen de andere twee wandelaars. Wauw. Kijk thuis, hier is hoe wij hier leven. Ja, het is ook eigenlijk waar. Hoe wij hier leven is niet plezant. Is niet plezant. Nee. Is echt niet plezant. Ondertussen tijd is Steam nog altijd aan het opstarten. Dus dat is goed. Vlog zit in de upload. Dat is goed. Voilà, ziet, hupsetterie, Steam is aan het opstarten, voilà. Oh, wil ik weer meedoen aan een enquête? Ja, dat doe ik altijd aan mee, Steam. Oké, dus mijn gameplay door, ga ik even richting mijn schatje al. Ik ga daar ook, ik ga eerst naar de kleine kamer toe. Ik ga daar nog een plasje doen. Daarna ga ik door naar mijn schatje toe. Daarna hebben we een serieus gesprek met begeleidingen en al erbij. Dus noem maar op voor gaan samen te wonen, ik en Bea. Yay! Ik kijk er echt naar uit. Hè. Maar eerst zit er iemand te roepen op mij. En dat is... Hier is ze. De kleine kamerke. Haha, tot zo. Terwijl ben ik ook mijn was gaan halen, dus die gaat integraal mee naar mijn ouders toe. Ja, ouders niet, mijn papa. Dus dan pakt hij dat ook wel mee. Ik zie hier nog iets liggen wat er ook nog in kan. Voilà. Nog een blouse. Voilà, dat is alles. Volgens mij gaat het iets te veel worden, ook voor mijn mama. Voilà, dan ga ik eens vertrekken naar mijn schatje toe. Voilà, zo. Ik heb u gezegd dat als ik van allerlei dingen te doen heb, pak ik jullie mee. Dan pak ik jullie gewoon mee. Oeh, ik ga ook nog één ding iets doen. Ze hebben gezegd 30 seconden, hè. Oké. 3, 2... Voilà, ik heb het 30 seconden gedaan voor jullie. Ik weet niet van wie die idee was. Ik weet dat niet. Maar ik ga jullie nu even laten, want ik ga nu gewoon te voet naar mijn wagen toe. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Zo, hier aan mijn boedeken aangekomen. Ga ik eens stukjes van de spit trekken richting mijn schatje. Even rustig uitrijden, dat jullie ook niet naar achter vliegen. En dat ik ook niet tegen de draad zit. Voilà. Dus ja, dus ik ga nu vertrekken. Neem een schatje toe. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Ja. Nee, laat het hem maar in. Ja, ik ben dus dark chocomelk aan het drinken hier bij de grote QR-code. En hier komt ook wel redelijk veel verkeer voorbij.
Dus als jullie die kunnen scannen, scan die maar. Ja, nu gaat dat weer al even niet, nu gaat dat weer al wel, nu gaat dat weer al niet, nu gaat dat weer al wel, nu gaat dat weer al niet, nu gaat dat weer al wel, nu weer al niet. Zeg, auto's. Weet je wat, mensen, zet het beeld op stop, op pauze. Als jullie het willen inscannen. Kijk, nu heb ik mijn camera naar mij gedraaid en nu komt er geen auto meer, hè. Allee, kloog. Eén auto. Ik heb ook nog heerlijke vierkantige eclairjes gegeten. Mm-hmm. Kan het smaken. En dan subiet vertrekken naar het spannende punt in mijn leven nu, terug opnieuw. Dus voor mij het tweede... Alleen voor u? En ook voor mijn schattie. Maar voor mij is het eigenlijk spannender, maar voor mij is dat de eerste keer. Ja, dat wou ik dus zeggen. Voor mij gaat dit nu de tweede keer zijn dat ik met iemand ga samenwonen. En dat is met mijn allerliefste schat van de wereld. Ze is aan het smilen. Hey, eigenlijk zeggen we het verkeerd, hè? Oeh, we zeggen het verkeerd. We gaan kijken wat we kunnen doen rond samenwonen. Juist. Maar je ziet dus de wind gaan op het gras, als jullie het zien. Ook aan de vlag. Amai. We staan hier zo onder de brug van de grote ring van Hasselt. En dan ja, de QR-code, daar heb je dan ook nog eens de kanaal die redelijk wat hevig staat. Ah. En ik weet niet hoe het komt of zo, maar... De vermoeidheid is stukjes ervan weer al aan het toetreden. En dan wat ook nog aan het toetreden is, als jullie het ook te goed gaan zien. De wolken zijn aan het arriveren. Daar is het gewoon weer. Maar daar niet meer. Ze hebben het afgekondigd, hè, de ganse weekend. Maar echt de ganse weekend. Regen. En zit nu geen erachter. Een boot. Op de Albertkanaal. Ja, dit is hier ook nog altijd de Albertkanaal. Ook in Antwerpen hebben ze de Albertkanaal, dat weet ik. Oh, Timmy, ik moet het weggooien, want ik wou het bewaren. Maar nu is die papier allemaal gescheurd. Ja, en ik weet hier nergens geen vuilbak hier in de buurt. Dat is niet erg, want uw afval kan erin. Oké, ze heeft een oplossing gevonden. Ja, sorry mensen dat ik nu een potje moet weggooien, maar ik... Het was niet meer zoveel hoor mensen, het was echt niet meer veel hoor. Maar ze heeft echt heel goed gegeten hoor mensen. Een broodje met hesp en een volkoren brood. Ja, een volkoren broodje met hesp en groenten. Oké. Toch? Ja. Jij hebt het besteld. Ik heb het besteld, ja. Je hebt gezegd... Een volkoren broodje has met groentjes, alstublieft. En toen hebben ze dat gemaakt en dan hebben ze ook met mayonaise gemaakt. Zie eens hoe happy dat ze is. Klaar voor het gesprek? Nee, ik ben heel bang. Nee, niet bang, maar heel zenuwachtig. Ja, dan is het goed. Zelfs krijgen de mensen weer al een verkeerde indruk. Niet naar de verkeerde mensen bedoeld, hè, maar... Jullie weten het, hè. Ik heb verkeerde volk ook op mijn YouTube-kanaal, op mijn Discord en al. Die negeer ik gewoon nu tegenwoordig. Die negeer ik echt 100%, zelfs 200%. Zeg mensen, hier aan de kanaal Kom, hier in Hasselt, ga ik het deze fragmentje beëindigen en ik ga zo eens van vertrekken richting... het gespreksgebouw. Schat, dan hebben we nog maar een uur, hè? Ja. Als we nu al naar daar vertrekken, hè? Dat is niet goed, hè? Hoe laat zijn we er dan? We gaan daar zijn om 1 uur. Ja, wel, dan moeten we daar een uur wachten. Ja, wat wilt je dan doen? Ja, oké, als je daar wil wachten, oké. Ja, want het is te zot om nu naar Alleke te rijden en dan moet ik al daar direct terug al vertrekken van Alleke terug naar Gender toe.
Ja, maar we kunnen ook even ergens drinken gaan halen en dan naar daar gaan, want ik heb nu geen drinken voor mij. Dan stop ik nog wel eens even aan de Carrefour. Nee, dat is te groot. Ja, zo'n gezette winkel en al dat is pak duurder, hè. Bij de Spar? Ah nee, bij de dingen. De Colruyt. Aldi. Colruyt is toch altijd goedkoper, dan pak ik u een iced tea. Voilà, het is beslist. We gaan naar de Colruyt. Oh my god. Ziet eens de wolken, maar eens arriveren mensen. Ziet die wolken. Dan kun je ook meedrinken eigenlijk, hè. Kan ik ook meedrinken, dat klopt. Allee, mensen, tot ziens allemaal. Joejoe. Zo, het gesprek is achter de rug en al. En het heeft ons deugd gedaan. Het is goed verlopen, hè? Het gesprek is goed verlopen. Dus we hebben een hele leuke vooruitzichten en al. De mensen die achter ons staan, zijn zo mensen. Ja. Top mensen, echt waar. Top. Maar nu ga ik jullie laten, want het is groen. En jullie hebben niet graag dat ik aan het filmen ben terwijl dat ik aan het rijden ben, hè. Dus waarom doe je het dan? Tot later allemaal. Ja, dat is zo super. Mensen, ik ben nog even ook langs de rondpunt geweest. Voor dit. En voor dit. Ik ben daar gewoon een kinderfriet gaan halen. Een Romeo XXL. Maar de ketchup en de zout en dus de tomatenketchup en de curryketchup, die heb ik hier dan zelf genomen uit mijn eigen kast. Dus wat kosten besparen, zo doe ik dat ook. En het blijft toch even lekker. Mm-hmm. Want tegenwoordig betaalt je voor een potje saus. Al in de frituur rap toch een euro. Dus dat is nu 2 euro uitgespaard. Daar kan ik een ganse bus, bij wijze van spreken, curry ketchup mee kopen. En het is ook nog heerlijk ook nog eens. En mensen, nu ben ik officieel zeker van, ik krijg nu tegenover geburen. Daar zijn ze nu goed aan het werken. Maar wat voor overgeburen dat ik ga krijgen, ik weet het nog niet. Oh. En wat ga ik nog zelfs doen, mensen? Ik ga nu nog zelfs aan nog deze vlog nog in elkaar steken. Daarna nog wat paar serietjes kijken en misschien zo al indutten. Want ik begin echt ook wel moe te worden. Dat heb ik ook al tegen mijn vriendin gezegd. Dat ik zo wat moe begin te worden. Ik heb dat ook van die emoties, amai. Je had wel redelijk wat emoties, hè, bij dat gesprek. Hoho. Maar aan de ene kant is dat gesprek geweldig verlopen. Dat betekent dat eindelijk de bal aan het rollen is. Gewoon dat ga ik zeggen. En ja, dat we nu kunnen uitkijken naar de toekomst toe. Voilà. Ja. Dus, maar, er is wel een maar. Ik moet er niet, hoe moet ik het zeggen, pushen erin. Laat alles nu eens in de gangetje gaan. Alles komt wel in orde, tussen mij en Bea ook. Dat gaat allemaal in orde komen. Dus, we kijken er echt naar uit. Meer zeg ik u niet. Meer zeg ik niet, kijkers. En kijk jij dan naar uit, schatje? Met volle tuigen. Ja, dat is wel waar.
Je weet dat van mij. Ja, en... Daarom zei ik het ook op een sarcasme manier. Oké. Okay. En mensen... Mensen... Als het moment daar is, komt ook het moment weer al eraan dat mijn droom terug eindelijk terug werkelijkheid wordt. Terug samen gaan wonen bij mijn allerliefste schat van de wereld. Schat, dat wou ik niet dat hun dat heel altijd weten. Je moet er niet heel altijd over blijven bezig. Oké, dan zal ik er nu over stoppen, voilà. Het is niet dat ik wil zeuren of zagen, maar dat is voor mij niet fijn als je daar continu over bezig bent ook in de vlog. Oké. Okay. Dus dat is niet verkeerd bedoeld, hè. Kijk eens wat, hoe ze nu reageert. De meesten gaan er nu schrijven van, oh nee, Bea is weer al aan het zeggen. Dat is niet waar, mensen. Dat is niet waar. Wat Bea daarop op wilt hameren is... Ik heb ook privé. Die wil zijn standpunten behalen. That's it. En dat mag. En ik ben ook privé. Voilà. Allee, en... Ik kom ook zelf in de vlogs. Ik vind dat niet... Allee, ik heb daar zelf voor gekozen omdat dat mij te veel stress opgeeft. Voilà. En als jij dan continu over zegt van ja, wij gaan samen wonen, dat, bla bla. Ik vind dat niet fijn als je dat continu herhaalt. Oké, dan stop ik daar ook gewoon over. Dus mensen... Als ze vragen hebben, mag je daarop antwoorden, maar je moet niet per se daar zelf over beginnen. Oké. Okay. En mensen... Bea is nu niet aan het zeggen, die geeft gewoon standpunten weer. Ik heb het gewoon vandaag een heel zwaar gesprek gehad samen met Timmy. Waardoor het nu lijkt dat ik aan het zagen ben. Maar ik ben gewoon kapot, waardoor ik niet meer weet op welke manier ik het anders moet zeggen. Mm-hmm. Bea is moe, zal het zo zeggen. Ja. Yeah. Bea is moe. Dus mijn lievertje is moe. En voor jullie is het Bea is moe. Waar, hè? Voilà. Mm-hmm. Voilà zijn mensen. Bij deze heb ik dan alles gezegd. Mijn frieten heb ik genoeg. Dan ga ik mij nog even nestelen in mijn Romeo XXL. En dat van abonneren, dat weet ik niet hoe je dat moet doen in gebarentaal. Zo gelijk dus liken. Dus dan deed ik dit. Dat aan mijn handje is met een duimpje omhoog. Dus liken. Zo. Dit was het belletje. Voor op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En dan zegt mijn lieverd, doe dan zo voor de abonneren. Maar dan vind ik dat... Nee, zo, kijk. Deze vinger zo. En ja? Dan hier op drukken, dan heb je toch de abonneerknop. Ja, oké, dan kunnen we dat ook wel zo doen, ja. Maar niet zo, want dat is de letter L van... Ja. Je weet wel wat ze ook heel veel zeggen in de comments. En dat wil ik dus vermijden. Dus doe het niet, of anders wordt uw reactie verborgen. Dank u. En ik ben er nu echt... Zie je wat al gezegd. Dus ze... Ik ben gedachten kwijt. Godverd. Oh, je fucking god. Nee, dus de slechte reacties, die ga ik beginnen te verbergen. Dat dat ook niet meer zichtbaar is. Dus bij deze, ik ben nog wat strenger geworden, ook qua reactiebeleid. Ik ga me ook niet meer down laten halen. Ik laat Bea niet meer down halen. Want hoe het nu gaat... Ben ik heel trots op, omdat van alles is goed aan het verlopen, ook tussen ons. En dan wil ik zo nog naar iets een mooiers en een betere level gaan brengen. Dat dat iets moois bloeit tussen ons. En dat het nog mooier bloeit. Voilà. En nu ga ik echt de laatste hap nemen. Want ik heb ook genoeg. Ik ook. Maar ik heb wel maar één klein stukje laten liggen. Ja, ik had maar beter maar één frikandel genomen. Hoeveel kost hier een Romeo XXL? Waar heb ik dat papiertje gelegd? Hier. Nee, daar staat dat niet op.
Ik heb het wel goed gezien dat daar een papiertje lag. Ja, en waar ik het andere papiertje heb gedaan, ik weet het. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Ik moet er eens achter mee kijken, als ik het daar niet heb gelegd. Bij onder die papier van de Romeo. Ah, van de Romeo? Nee, want dat is van een andere winkel. Ziet, dat van een andere winkel. Oei. Ja, dat is niet erg. Dat komt wel uit. Schatje, dat komt wel ergens. Ergens of nergens. Ik had een... Is het gevallen? Het is niet gevallen, nee. Dus ja, ik had reuze honger. Ik geef dat ook eerlijk toe. Ik had wel reuze honger, mensen. Maar ik kreeg het echt niet op. Wat ik nu ga doen, ik ga nu heel eventjes achter de computer kruipen voor mijn vlog nog houden in elkaar te steken. En dan... En uw algemene chat te sluiten, want die is nog steeds niet gesloten. Ze zijn aan het chatten via die forum topic, kunnen ze alleen maar chatten. Nee, ze kunnen het ook in het algemeen. Hebben ze dat terug opengezet? Als er een admin dat heeft opengezet en ik kan er te weten wie... Die is zijn admin kwijt nu. Echt waar, ik heb die algemene chat gesloten voor een reden. Ik hoor nu van mijn schatje dat die terug open staat. Ik ga kijken nu, hè. Ze gaat nu kijken. Ik ben ook eens benieuwd. En als ik de admin weet, die dat heeft opengezet, die gaat vliegen met zijn adminrechten. Ik ben nu mee aan het kijken. Vandaag? Vandaag, ja. Ik denk dat... ik ga geen namen noemen. Maar als ik weet welke admin dat heeft opengezet, terug die algemene chat, en behalve in die forum topic chat, niet gebruiken, die heeft bij deze zijn admin kwijtgespeeld. Want... zo werk ik niet. Als ik iets sluit, dan heeft dat een reden. En die redenen, die hou ik voor mijn eigen. Alleen als de admins erachter komen vragen van waarom, dan zal ik wel de redenen zeggen. Maar eerder niet. Dus bij deze is het via ook deze videocam. Dus is gisteren af, terug opnieuw afgestoten. Maar als, wanneer dat deze videocam online komt, is het de volgende dag. Dus... Ik sluit die chat. Ja, oké. En dan is het om al mijn gegevens hier te verzamelen. Oké, ik zal dus even zo eens lezen. Dus fabrikant is van Acer. Model is van Predator PO3620. Systeemomvang is desktop. Dan processorgegevens. Ik heb een CPU fabrikant is... Gununtel of zoiets. CPU-merk Intel Core TMI 10400F. CPU at 2.9 GHz. CPU-soort 0x6. CPU-model 0x A5. CPU-stepping is 0x3. CPU-type 0x0. De snelheid is 2904 MHz. 12 logische processors, 6 fysieke processors. Niet ondersteund. Versie van besturingssysteem Windows 11, 64-bit. Videokaart is een NVIDIA GeForce GTX 1650. Als jullie dat nog iets willen weten, dus ik heb nog gramgeheugen 16.293 megabyte. Wil jullie dat nog iets weten, noem maar op. Voilà, gegevens verzenden. Voilà, ze. Voilà. Dan ga ik eens even kijken hoe zit het met mijn downloads. Ja. Welke zijn dan klaar? Level 3, 2. Ah nee, toch niet.
Er is nog geen klaar. Oh, mijn Eurotruck Simulator staat er ook weer ondertussen, dus die gaan we even bovenaan gooien. Voilà. Oeh. Die staat al heel onderaan. Voilà. En dan klik ik op speel. Ah nee. Daarna moet ik nog Streamlabs openen. Voilà. Streamlabs wordt geopend. Hoi. En daarna gooi ik dus dan dingen openen. Dus dat laat ik dan veranderen even. Voilà. Dan op spelen klikken en dan ga ik het recorden. Oh, oké. Tot weer aan die recorden. Wat is er aan de hand? Dit staat recording. Ik heb dus nu op record gedrukt. Dus ik heb die nu 10 seconden laten opnemen. Voilà. Dus normaal gezien heeft hij iets moeten opnemen. Oh, ik ben nu ook nog aan het opnemen. Voilà. Dus, kijk hè. Ah, oh, fuck it. Dat gaat dus even nu niet. Dus ik ga even hier terug afmelden. Ja. Bye bye. Kijk, nu heeft hij dus in totaal 14 seconden opgenomen, nog 16. En dan blijft dat dus zo laden. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Amai. Nu gaat de downloads van in een keer wel heel snel, hè? Ja, oké. Maar waarom wil hij dus niet stoppen met recorden? Dus ik ga nog even kijken, zoeken naar het probleem toe. En dan kan ik nog wel misschien nog een gameplay opnemen. Yes, tot straks allemaal. Yo, yo. Als die eens gaat terug geopend wordt en ik weet opnieuw wie dat doet, die heeft nu zijn admin kwijt. Dus alle admins zijn via deze video ook nog eens gewaarschuwd. Houd die chat dicht. Als ik die chat dicht doe, is dat een reden. Dankjewel. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. En kom ook wel op de Discord server. Voor ook uw vragen te stellen voor de Q&A. Of stel uw vragen hieronder aan in de comments voor de Q&A. Aankomende maandag ga ik het opnemen. En dinsdag staat die dan online. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.